Zie je een hele ambulance, jongen. Gaat toch nergens over? Gaat toch nergens over? Maar zou je niet weggaan? Ja, natuurlijk. Maar ja, ik moet toch ook even omnuchteren. Ik ga toch nu niet de weg op? Nou ja, straks gaan ze slaan. Ja, maar ja, weet je wat het is? Kijk, ik ben ook maar een mens. Ik werk ook gewoon van maandag tot vrijdag. Ik ben hier niet om jou te vervelen. En al helemaal de buurt niet. En kijk, als de politie niet had gezegd van... We mogen hier het terrein niet op. Dan hadden ze ook veel minder oplast in de omgeving gehad. Als zij hadden gezegd, nou ga hier allemaal een stelletje pannenkoeken. Gewoon hop, zo het terrein op. Dan heb je alles gecentreerd. Om het zo te, ik denk dat er nu nog max, nou echt max, 100 wagens staan. Maar ik denk dat er binnen een mannetje of 1000 staan, misschien meer. 1500, weet jij veel. Misschien nog wel meer. Dat heb ik allemaal niet te zeggen. Denk ik bij mezelf, ja. Hadden ze dat nou gewoon van het begin af aan gezegd van nou, rij maar hierheen in plaats van dat jullie hier zo in de omgeving heen gaan. Ja, ik ken de omgeving hier niet, weet je. Iedereen gaat gewoon toch proberen. Ik heb zelfs gehoord van de brandweer dat ze mensen letterlijk... Kijk nou hier, kijk dit bedoel ik nou. Wij zijn hier met kunst bezig, niet om mensen dwars te leggen. Kijk nou wat hier bijvoorbeeld weer aan komt zetten. Ja, dit is toch mooi. En je moet dan... Meneer. Ah, echt, kijk hier nou. Dit is de shot waar je toch op wil. 8 ME-wagens. En wij zijn hier gewoon met kunst bezig. Wij zijn hier niet om jou en mij en de omgeving wakker te houden, weet je wel. Even roeien voor de gezelligheid. Zometeen zijn... Meneer. Goeiedag. Hoe was het feestje? Het was een heel geslaagd feestje. Ja, een beetje jammer dat het al zo vroeg afgelopen werd. Ja. Afgelast. En waar rijdt u dan in, zeg? Waar ik heen ga? Ja. Ik ben op ontdekkings... speurtocht, eigenlijk.